Goedemiddag kijkers, fijn dat u weer afgestemd op Radio TV Nunspeet, waar we vandaag zijn met de camera in, bij Albert Heijn. Albert Heijn die vandaag zijn volledig herbouwde filiaal hier naar de Wijkenweg gaat heropenen en dat gaat gebeuren met Marco Borsato. We zijn allemaal in afwachting daarvan, van dat gebeuren. En ja, ik mag haar zeggen, stilte voor de storm. We gaan het vandaag allemaal volgen. We hebben straks een gesprek met de bedrijfsleider. Misschien nog een interviewtje met Marco Borsato. Maar in elk geval, zijn platina platen zal hij vandaag hier en voor het personeel en voor het winkelpubliek ter horen brengen. Tot zometeen. Hallo. Mag ik voor jou twee corsetjes? Corsetjes? Corsages heet ze niet. Corsages? Hoe die dingen heet. Corsetten. Nee, dat is dat genoeg. Eigenlijk moet je mij nog even met mijn met die ja, wat ben je? Naar voren. Kom op jongens. Je moet dat naar mensen komen. Ja, jongens, kom op. Ja. Die slaan met een stok erop, zien we niet. Leuk, hè? Jongens, laat het producten zien, hè? Kom op. Joepie! We willen Marco zien, ja dat ben ik dus niet. Dus, ja dat is heel vervelend, maar het duurt nog even voordat Marco komt. Ik zal het niet lang maken, dus dat scheelt in ieder geval in de tijd. Kijken naar, naar dit filiaal, je kijkt afgelopen half jaar wat hier gebeurd is. Dan denk ik het slopen van het huis hiernaast, waar het mee begon. De uitbreiding die daarna plaatsvond, de ruurbouw die eerst gedaan is, dus de buitenkant van het filiaal zeg maar, en vervolgens de binnenkant van het filiaal aanpassen, heeft geleid tot het neerzetten van een filiaal, wat echt het mooiste filiaal van de Veluwe is denk ik op dit moment. Yeah. Ricky Barneveld staat erachter en kijkt een beetje met allemaal harde de winkel van meneer Vos die 20 jaar geleden, Christine 21 jaar geleden, overgenomen is door Albert Heijn. Waarin we begonnen zijn in een klein winkeltje, oude inventaris, noem maar op. En als je nu dan kijkt, je kijkt de voorkant van het filiaal met name, want afgelopen maandag kwam ik hier, was de pui was gesloopt, de rotsje was weg en ik wist niet wat ik zag. Als je kijkt de uitstraling die het pand heeft, is het echt fantastisch. Henk, ik vind dat je met je team een echte wereldprestatie neergezet hebt. Ik vind ook bij zo'n wereldprestatie hoort ook een beloning. Dus dat betekent dat ik de binnenzak over mag trekken. En dat ik wat geld ga uitdelen. Gerda Pul. Gerda. Jij bent voorzitter van de personeelsvereniging, dus jij wil het graag hebben. Hier zit een check-in van 1500 gulden. Yes. Waarin een bijdrage is voor een heel leuk personeelsfeest. En ik hoop dat jullie een hele leuke avond maken met z'n. En veel succes de komende tijd. Bedankt. Ja, de bedoeling is, ik hoorde dan al dat ik binnenkwam dat jullie muzikaal zijn, klopt dat? Ja. Klopt wel een beetje. Als we af en toe even je buurman en je buurvrouw een hand geven, even een soort van verbroedering. We moeten het met z'n allen doen de komende tijd, dus het moet één hechtteam worden, dat was het al. Maar na vandaag komt het helemaal goed.
We doen de handen weer boven het hoofd. Het volgende liedje playbacken we. Of als je de tekst kent, mag je het ook meezingen. Dan gaan we langzaam van links naar rechts. Dat komt u.
Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en let je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit. Marco, oh ja, ik zou dus eerst gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd twee keer, moet ik eigenlijk zeggen. Eerstens met je optreden vanmorgen, want zo vroeg je bed uit. Want je bent, ja, het was vanmorgen over dat de mensen hier vroeg waren. Maar een stukje moet jij ook om hier te komen. Ja, dat klopt. Maar het was de moeite waard, wat heb ik gezien. Ja, het was ontzettend. Eerst al met het personeel en later dus buiten. Ja. Al die mensen om je heen. En we zullen het ook niet te lang nu kunnen maken, want er staan buiten weer honderden mensen op je te wachten. Het tweede is natuurlijk je succes met twee keer platina halen. Ja, dus, ja, het houdt niet op. Nee. Nee, ik bedoel, het gaat nu zelfs in België helemaal gebeuren en loos. Dus wat dat betreft, ja, waar zijn de grenzen? Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. Nu dubbel platina, de cd is inmiddels ook al goud. Dus ja, het gaat maar door en het gaat maar door. Ja. Jij bent nou typisch een zanger die dus in alle talen zingt. Want voordat we dus, dat hebben we trouwens ook wel even opgenomen voor je. Je doet Nederlands, daar begin je natuurlijk mee, want dat is je succes op dit moment. Daarna doe je het Engelse nummer, waarmee je dus het Songfestival gewonnen hebt. Of het, ja, de Playback. Nee, Playback. Soundmix show gewonnen. En daarna nog even het Italiaanse nummer, Piovere. Ja. En ja, dat is eigenlijk je landsaard, Italië. En dat kan je ook merken, je optreden, het enthousiasme. Ja. Ik heb het je net al heel even willen zeggen, je bent meer entertainer nog als zanger. Hè? Ja, ik... Dat is mijn basis. Ik ben inderdaad, zo stel ik mezelf dan voor, meer entertainer nog als vocalist. En natuurlijk ben ik een beetje van beide, anders red je het gewoon simpelweg niet. Maar als je dan ziet dat hele vocale ontzettend bij. Je ziet het dan aan de plaatverkoop en aan het succes van de laatste tijd. Ik bedoel, Dromen zijn bedrog, zijn er ruim 200.000 van verkocht. Dat is gewoon de best verkochte CD-single aller tijden. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets heel speciaals als dat een Nederlandse zanger op zijn naam heeft. Ik bedoel, zoiets verwacht je van Michael Jackson of van Bryan Adams, maar dat zoiets verwacht je niet van een Nederlands liedje, zeker niet. Ja. En dat is gewoon simpelweg gebeurd. Dus wat dat betreft ben ik daar best heel trots op. Ja, nou is er een andere collega van jou, die is van het Nederlands, dat die altijd zong overgegaan naar het Amerikaans, naar het Engels. Gospels, ballads en dergelijke. En jij stapt over van het Engels naar het Nederlands, je hebt ontzettend veel succes. Ja. Waar ligt dat nou aan? Is men gevoelig voor het Nederlandse lied? Ja, en dan moet ik erbij zeggen dat ik bij jouw Nederlandse lied de tekst ontzettend mooi vind. Anders als ik hou van jou, nu blijf je trouw. Ja, nou, dat, ik vind het leuk dat je dat citeert. Dat is leuk om te horen, want daar hebben we ook expres ons best op gedaan. We hebben bijvoorbeeld jongens als Robert Long, dat het niet de minste namen zijn. Nee, zeker niet. Ook teksten laten schrijven voor het album, waardoor de tekstinhoud, de tekstgehalte van een hoog niveau is. Nou, John Eubank heeft het gearrangeerd en geproduceerd. Die heeft ook, kon ik maar even bij zijn, geschreven. Dus dat zijn jongens die wel weten hoe het moet. En daardoor kreeg het album een dusdanig niveau dat, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, dat je moet hier weer overheen, weet je wel. Dus je hebt een bepaalde standaard gezet en dat is altijd natuurlijk heel moeilijk, maar ik ben heel gelukkig met het niveau van het album. Want ik bedoel, daarmee stel je een maat en zul je met het volgende album daar weer overheen moeten. Ja. Ja, nou, je zegt het, in het volgende album, daar ben je ongetwijfeld al mee bezig. De teksten die zullen waarschijnlijk nu alweer geschreven worden. Je zit, want het lijkt altijd het leven van een artiest, dat je even een disco binnen gaat, je nummers draait en weer weggaat naar het volgende adres toe. Maar dat is natuurlijk niet, je hebt daar veel meer mee te doen. Ja. Heb je zelf ook nog inbreng in die teksten? Absoluut, we overleggen dat altijd samen. Ik bedoel, het is zelfs zo dat op het moment dat we aan het inzingen zijn, je hebt een tekst af, je denkt het is fantastisch, en dan ga je inzingen. En dan blijkt toch altijd weer van, nou, dan doe je wat aanpassingen, omdat het een net niet lekker zingt of je mooier woord vindt. Dus dat blijft toch een soort van legpuzzel totdat het is opgenomen. Ja. Dan is het eindproduct klaar en dan moet je 100% tevreden zijn. Jouw collega's in het vak, en daar bedoel ik bijvoorbeeld een man die al jaren aan het top staat, bijvoorbeeld Rob de Nijs, die is destijds begonnen met theatershows, is nu met een tournee bezig, kleinere op het ogenblik, straks een grote kerstshow. Gaan jouw gedachten ook al uit naar zoiets? Nou, het was altijd heel ver weg, maar het komt dat soort dingen komen nu steeds dichterbij. Ik heb met mijn cd-uitreiking, mijn gouden cd-uitreiking, echt een topband uit Nederland genomen, allemaal 16 muzikanten, en daar heb ik mee gespeeld. Daar ontstond ook het idee om toch een theatertour te gaan doen, dus we gaan waarschijnlijk eind volgend jaar
Dan moet je nu de voorbereiding al voor treffen, want zoiets gaat heel veel werk en tijd in zitten. Maar dat zijn dingen die zeker in de pen zitten, dat gaan we zeker doen. Het brengt je op een ander niveau. Ik bedoel, het is een ander soort publiek die daar dan komt kijken. En ik vind het een enorme uitdaging om daaraan te beginnen. En zou dan aan het einde van zo'n theatertour, zou daar dus bijvoorbeeld in Ahoy staan? Of zeg je van... Nou, ik wil zover wil ik nog niet vooruitblikken. Ik vind dat... Dat is altijd zo gevaarlijk om dat soort dingen te roepen. Of het nou Ahoy is of een andere grote zaal. Ahoy is natuurlijk al heel vaak gedaan door heel veel mensen. Misschien verzin ik wat anders, leuks en spectaculairs. Ik denk dat aan het eind van zoiets een afsluiting wel iets dergelijks past. Maar of dat nou per se Ahoy moet zijn, weet ik niet. Zou nou een heleboel voor jouw succes ook te danken zijn aan het gewone jongen blijven. Want je bent Italiaan, je blijft een Italiaan. Ik heb veel met deze mensen gewerkt, ook Italiaans en Nederlanders. Je blijft zo'n gewone jongen, want ik weet nog toen je 188.000 cd's op je naam had staan. Dat was mijn cd dus. Toen nodig je al de mensen uit om naar een dancing in Amsterdam te komen, naar een discotheek in Amsterdam, om er iedereen gratis een theatershow te geven. Heeft dat invloed op de mensen? Ja, absoluut. Ik bedoel, in Nederland zijn we toch heel erg zo van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gelukkig maar, dat houdt je ook, ook nuchter en met je beide benen op de grond. Maar ik had zoiets, ik ben zo gedecoreerd de laatste maanden met gouden en platina platen, dat ik zoiets had van ja, ik wil iets terug doen. Maar om dat 200.000 mensen een hand te gaan geven, dat wordt natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dus wat kan je dan doen in zo'n geval? Ik had zoiets van, nou ja, zo'n gouden cd-uitreiking is altijd heel erg besloten. Er zijn altijd ja, de bobo's bij. En ik had zo graag dat Jan met de pet, om het maar eens te zeggen, om de mensen die echt mijn plaat hebben gekocht, om die uit te nodigen en om die te bereiken. En dat doe je alleen op de manier door te zeggen van jongens, van 8 tot 80, jullie mogen komen. Ik geef een feestje, geef je op tijd op, want vol is vol. Alleen ja, ik heb dat geroepen op de radio bij de Breakfast Club en ik had niet het besef dat dat zo storm zou lopen. Dus we moesten dat ook heel snel bijstellen, want de centrale lag eruit bij de platenmaatschappij qua telefoontjes. Dus ja, in je enthousiasme roep je zoiets, dan heb je weer zo'n impulsieve toestand. En, Italiaans, hè? Ja, maar het leuke was, het was bom en bom vol en het was knoert en knoert gezellig. En wat dat betreft ben ik blij dat de mensen die er waren, die er genoten hebben. En ja, dat is absoluut voor herhaling vatbaar zoiets. Nou, ik zie het al. De laatste vraag. Je geniet van je succes. Dat blijkt aan alles. Vanmorgen hier weer. Je reist het hele land door. Je zal het ontzettend druk hebben. Ik neem ook aan dat je dus hebt van mijn trouwe fans. Ja, die komen overal naartoe. Want ik heb vanmorgen een mevrouw gehoord. Die komt uit Roosendaal en die reist alles van je na. Wil het niet zo zijn dat je zegt van, ja, ik word er een beetje, ja, toch, je legt zo'n verplichting op jezelf, hè? Dat je zegt van, nou, ja, maar ik wil die mensen dat brengen, maar elke dag opnieuw dat weer brengen wat je brengt. Ja, maar is dat geen roofbouw? Nee, ja, je moet oppassen dat je niet te ver gaat. Ik bedoel, de stem is maar een onderdeel van het menselijk lichaam en die kan je niet onbeperkt belasten. Als de snaar van je gitaarstuk is, dan zet je er een nieuw op en dat gaat met je stembanden, gaat dat niet. Alleen, ik vind het een uitdaging om elke keer weer zo diep mogelijk te gaan. En het feit dat mensen toch iedere keer de moeite nemen om vanuit Roosendaal hierheen te komen of waar dan ook, dat zegt al, ja, al iets over inzet, dan vind ik dat ik daar iets voor terug moet doen. Ik bedoel, er zijn mensen, er zijn kinderen die nemen de tienertours morgens vanuit Limburg om 7 uur of om 8 uur of om 9 uur bij mij op de stoep te staan voor een foto. Daar mag je dan niet zomaar aan voorbij lopen om te zeggen van jongens, ik heb geen tijd. Nee, daar maak je even tijd voor. Dat vind ik een verplichting, dat hangt aan het bekend zijn vast. Daar moet je dan even de tijd voor nemen. Als die mensen zoveel inzet tonen, zoveel moeite doen om met je op de foto te gaan, dan vind ik dat je het verplicht bent. En trouwens, het kost me geen moeite hoor, want ik vind als iemand zoveel moeite doet om op de foto te gaan, dan moet je daar even de tijd voor nemen. En je maakt ze zo gelukkig, met door alleen al op de foto te gaan en een handtekening te geven, dat daar geniet ik van. Ik vind dat leuk. Ik vind als die mensen die moeite daarvoor nemen, ik bedoel, dan moet je er even bij stilstaan. En niet wat ik veel artiesten zie doen, langslopen of zo van, ik heb nu even geen tijd aan de kant. Nou, je moet jezelf voorstellen dat je 's morgens vroeg uit Limburg bent weggereden om op de foto te gaan en iemand zegt van nee, dat gaat niet. Daar moet je er niet aan denken. Nee, dat is waar. Maar het doet wel een impact op je privéleven. Dat heb je op dit moment heel erg moeilijk, denk ik. Je zal hier en daar nog wel wat privé houden, dat zal je bewust doen. Want zo ben je dan ook wel weer. Maar je zal wat in je privéleven moeten opofferen om dat te kunnen doen wat je nu doet. Nou ja, dat is absoluut waar. Eén ding die er absoluut onder te lijden heeft, dat is mijn privéleven. Maar ja.
je weet dat dat kan gebeuren, dus daar hou je rekening mee. En moet je niet verbaasd zijn als je in één keer een hit hebt dat je dat niet hebt. En je weet ook wel weer dat na elke piek er weer een dal zit. En de dal hoeft niet zo diep te zijn. Maar je weet dat... De boog kan niet altijd gespannen zijn, dus er komt altijd wel weer een periode dat je wat gas terug kan nemen. En dat moet ook, want je moet je batterij op een gegeven moment opnieuw opladen. Want je kan niet blijven gaan, dat zou niet goed zijn, dan overvoer je de markt en dat is ook niet de bedoeling. Dus wat dat betreft weet je dat er ook weer een luwte komt. En dat geeft je ook de kracht om vol te kunnen gaan nu. Nou, voorlopig zou je nog even vol moeten gaan, want er staat een winkel hier vol met mensen op je te wachten. Ik ga er nu meteen heen. Ja, je foto's met je handtekeningen liggen. Oh nee, die zijn al reeds klaar. Die moet je nog een keer gaan tekenen. Ja. Maar ik hoop ontzettend veel succes en blijf die je bent, de gewone Italiaanse. Komt helemaal goed. Wees niet bang, dat gaan we zeker voor zorgen. En tot ziens.